Op zaterdag sta je nog lekker tegen de A1 van Apkoude of zo te hockeyen. Voor een toeschouwersaantal van 12 man en een paardenkop. En diezelfde avond stap je nog in het vliegtuig om iets te gaan doen voor een potentieel publiek van meer dan 500 miljoen mensen. Ik zeg herhaal, 500 miljoen! Guy en Bengt, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Ga jij eerst, Bengt of ik? Bengt, zeg het maar. Oh, ik. We gaan naar India voor een figurantenrol in een Bollywood film. Om te hockeyen. Dit is een hockeyteam uit Leiderdorp dat gaat figureren in een Indiase Bollywood film. Bengt, jij bent 17 jaar. Ik ben 17 jaar, ja. Jij bent de aanvoerder van het team. De club heet Alecto. Ja. En hoe... zoveel vragen in mijn hoofd, maar hoe? Ja, hoe... Guy, die was gevraagd door een vriend van een castingbureau. En zo zijn wij uiteindelijk uitgekozen. Ja, heel bizar. Guy, goedemiddag. Hallo, hoi. Je bent de initiatiefnemer van dit verhaal, of hoe moet ik dit zien? Nou, het klinkt echt als een soort jongensboek. Wat er gebeurd is dat er dus een vriend van mij, een van mijn beste vrienden, Peter, die heeft een neef en die heeft een castingbureau. Castingteam heet dat. En die zijn gevraagd wereldwijd. Zijn er 10 castingdozen gevraagd om dit uit te zetten. En ze zijn via bij mij gekomen. Via hun dus. En ze vragen, joh, kan jij dit regelen? Aangezien jij wel wat met hockey hebt. Ja, en wanneer ga je daarheen? 14 oktober. 14 oktober. Met de bus, dat kan natuurlijk niet. Maar met z'n allen, het ochtends instappen en dan ga je gewoon een vliegje naar India. Het is echt een ongelooflijk verhaal. We moeten overdag nog een wedstrijd spelen. Misschien wel zelfs nog 2 om ons te plaatsen voor de competitie. Oh ja, natuurlijk. En dan gaan we s'avonds gaan we stappen op het vliegtuig. Met 17 man en 4 man begeleiding. Volledig betaald. Naar een land waar echt niemand wat van kent. India is natuurlijk wel een bekend land, maar heel veel mensen, als het echt naar vraag, zeggen ze, ja, ik weet eigenlijk niet hoe het werkt. En dan maar in een wereld genaamd Bollywood, wat groter is dan Hollywood. En we gaan iets tegemoet wat we nog nooit... het is echt een jongensdroom, joh. Ongekend. 500 miljoen mensen gaan jullie zien hockeyen. Hey Bengt, weet je wat je te wachten staat dan? Of wat verwacht je ervan? Ja, we weten nog niet heel veel. We weten alleen dat we eerst 2 dagen een soort van acteeropleiding krijgen. En daarna hebben we 5 dagen shoots in een enorm stadion. Dus dat is het enige wat we weten. Heb je nou niet het idee dat je in een verborgen cameraprogramma zit of zo? Ik hoop het niet. Bij dit soort dingen, weet je, als het heel mooi en waard zijn is, dat je dan niet dat er iemand dan bij het einde van die bus haalt en booby trap. Nee, daar gaan we niet van uit. Nee, precies. Jongen, nou fantastisch. En, maar weet je, wat is het voor film? Het is een hockeyfilm? Waarom überhaupt een hockeyfilm? Ik stel te veel vragen. Ik ben gewoon excited. Wat is dit nou voor verhaal? Ja. Hey, het gaat over een Indiase speler die nu ook in het Indiase team zit. En hij is zeg maar ontdekt ook in de sloppenwijken. Ja. En dan gaat het over hoe hij zich opwerkt naar Slumdog hockeyster. Ja. Dat is het een beetje. Hey, maar ik heb even zitten kijken. Hè. Ze zochten dus een team dat wel een beetje kan hockeyen. Maar ik zat even naar jullie standen te kijken. Ja, het staat niet goed voor, nee. Jullie staan helemaal onderaan. Ja, het is allemaal niet heel goed gegaan, de voorcompetitie, nee. Maar is het dan wel representatief? Het is niet dat we slecht kunnen hockeyen, dus... Nou, je staat onderaan. Ja, maar het is wel een hoge voorcompetitie. Oké. Ja, en je bent dadelijk wereldberoemd, dus ja, kan jou schelen. Ja. Ik vind het zo vet. Wat jullie gaan doen is ook al echt een film, weet je wel. Het is echt 1 hockeyteam. 1 onmogelijke reis. 500 miljoen kijkers. En 1 heilige koe. Koeien, hè? Niet opeten daar, dat is heilig. Nee. Tipje van mij. Bengt en Guy, mag ik jullie veel succes wensen? En zullen we jullie ook nog eens bellen als jullie bijna bij op de bushalte stappen? Dat we het even volgen in deze show. Ja, dat is prima. Hartstikke leuk. Jij bent niet uit op zaterdag, zullen we zeggen. Maar, zeker wel. Het is 12 van 2. Ja? Ja hoor, zeker. Ja, nou, prima. Nou, hartstikke goed. Fantastisch. Dan bel maar terug. Helemaal prima. Nou, we gaan het volgen in deze show. Het is 12 van 2. A1 Alecto uit in Bollywood. Ja. En dat doet er verder niet toe verder. Ik wens jullie nog een fijne middag. Dankjewel. Hoi jongens. Wat een verhaal. Music starts. Music starts, yeah. 3 FM.